Andrees, 9 uur binnen. We kunnen weer een dag afvinken. Ja, we kunnen weer een dag afvinken. Het was wel een flink dagje. De proef was 500 zoveel. En nog wat verbinding, 100 voor en 100 na en nog een beetje. Dus alles zelf gereden, dus een heel eind. Maar op zich ging het goed. Maar na een paar kilometer had je er al een aantal zien liggen? Ja, ik denk na de eerste 3 kilometer naar de start lagen er al 3 per kant. Dat was... maar heel verraderlijke afstapjes. Je moest er gewoon het kopje constant bij jou. Maar goed, dat is elke dag zo. Maar vandaag, omdat je dan snelle vlakke stukken hebt. Ja, en als er dan een afstapje komt van 2 meter en gelijk ook weer omhoog. En je doet dat met 100, ja, dat gaat niet goed. Dus... ja. Je zijn al dagen onderweg nu. Vandaag ook weer een zware etappe, hoor ik mensen zeggen. Maar volgens mij heb je wel het gevoel dat je nu... Je zit er goed in, volgens mij. Je zit in het goede ritme, heb ik het idee. Ja, ik vind zelf dat het wel goed aan. Ik laat me niet gek maken door anderen. Zij rijden maar wat zij willen. Ik rijd mijn eigen tempo. Wat wij kunnen. En jammer dat we een bandje lek hadden. Jammer dat we weer naar een waypoint hebben gezocht, 15 minuutjes of zo. Ja, dan zijn toch weer 2 keer 15 minuutjes die je kwijt bent. Dat zijn zo ook 5, 6, 7, 8 plaatsen in het klassement. Maar goed, het klassement is niet zo belangrijk, we willen uitrijden. En aan de SSV te zien, een moeilijke modderpassage. Ja, we hebben aan het laatste in de donker. We zijn de tweede tankplaats, zijn we nog met licht aangekomen. En de laatste 80 kilometer hebben we in het donker moeten rijden. Op zich ging dat best goed. We hebben redelijk licht op de auto. Maar goed, je bent toch wat sneller je weg kwijt. We hebben even de weg kwijt en weer opnieuw de weg moeten zoeken. Maar toen we eenmaal de weg weer gevonden hadden, hebben we toch weer lekker door kunnen rijden.